Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen en Rotterdam Factoring. Doe ik de opening of doe jij de opening? Ja, maar jij kan het volgens mij ook. Kan je de mensen even welkom heten? Nee, zeker niet. Nee? Oh, grote mond en heel de tijd. Oh, dat doe ik ook wel eventjes. Goeiedag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Dan doe ik het gewoon. We zijn hier op deze vrijdag met Lex Immers, met Dennis van Issel en met Michiel Kramer. Een van de spitsen in de Eredivisie die nu nog 1-1 loopt. Nog wel, ja. Nog wel. Ja. Hoeveel ga je er maken dit seizoen? 1-1. 1-1. Ja, Lex, die beurt je moet maken. Ze maar maken, Lex, jongen. Ja, die keeper lag aan die hoek. Noppertje, nee, zelf dan. Gewoon even verkeerde hoek in. Appadee. Lekker man. Jij straks in de tweede divisie ook 1-1 met Scheveningen? Ik hoop het. Morgen weer beginnen. Ja. Als nummer 10 daar, een beetje de boel bepalen? Nou, bepalen. Ik probeer de lijn uit te zetten, maar ik heb pas een weekje getraind. Dus door personele problemen moet ik eigenlijk wel echt gelijk aantreden. Dus ik hoop het dat ik er morgen 1 kan maken. Sterkte. Oudspeler van Feyenoord, die hebben samen nog een half jaartje ook bij Feyenoord gespeeld. Zo, en bij ADO natuurlijk ook nog. Research, ja, ik heb huiswerk gedaan, dat weet je. Ja, de mooiste herinnering, Lex, in die 3,5 jaar in de Kuip? Mooiste herinnering? Jeetje, ja, dat zijn best wel veel eigenlijk. Feyenoord was voor mij wel... de ploeg eigenlijk, de club waar ik wel echt de mooiste herinneringen heb meegemaakt. Omdat ik daar natuurlijk gewoon Europees voetbal heb gespeeld. Ja. Voorronde Champions League, mooie wedstrijden, Sevilla thuis. Wat nog meer eigenlijk, competitiewedstrijden, uit in Rome. Tuurlijk, dat soort wedstrijden. Prima trainers, goede trainers meegemaakt. Ronald Koeman, ik heb met geweldige spelers gespeeld. En natuurlijk supporters, stadion, alles erop en eraan. En ja, wat ik zeg, dat maakt eigenlijk Feyenoord een complete club. Je eerste goal in Feyenoord 1, kan je hem nog herinneren? Voor mij ben jij niet echt een man van de verleden tijd. Dat is helemaal niet gehad, hè? Bedankt, man. Heracles uit. Ik had ook... Is dat zo? Ja, nou, we kunnen het laten zien. Ik wou het laten zien. De eerste goal van Lex Immers. Ik zou het niet eens weten. Kijk maar, Michiel. Ja, natuurlijk zie ik ze uit, omdat ze in dikkers gingen laten zien. Nou, oké, dan de volgende tegen Willem II thuis. Dat zou je geen intikkertje mogen noemen. Twente, sorry. Ja. Dit was de ingestuurde corner, inderdaad. Dat was hiervoor misten we een penalty. Maar deze hang je aardig in de winkel aan, hoor. Ja, toch? Ja, ik kon ook wel wat, maar... Niet veel, maar... Nee, het eerste jaar gingen de meeste van deze ballen gingen gewoon de tweede ring in. Is dat goed? Nee, maakt niet uit. Die zie je niet. Nee. Nou, is dat in alle ernst, is dat toch wel iets wat je maakte meer dan 30 hè, in het shirt van Feyenoord 1? Is dat toch nog iets waarvan je wel eens denkt, dat had misschien wel gewoon een dubbele moeten zijn? Ja, tuurlijk. Maar het waren nog niet echt kansen dat ze zeggen, die waren van 5 meter, weet je. Er waren ballen in de 16 en ja, als je iets meer geluk hebt, schiet je ballen misschien wat meer erin. Maar ja, over het algemeen... 100 wedstrijden gespeeld volgens mij van Feyenoord, 35 goals. Ja. Daar kan ik volgens mij als nummer 10 zijn de prima statistiek overleggen. Zeker. Waren jullie in enige vorm een goed duo? Hij als 10 jaar als spits, konden jullie elkaar een beetje vinden? In de kleedkamer wel. In het veld, ik denk dat menig trainer een zware dobber aan dit duo had, of niet? Ja, dat valt mee. Wat zit je nou met oude woorden? Ik voel het een beetje in. Ik voel dat een beetje aan. Verborgen camera's. Ja, op basis ook van deze eerste 5 minuten van de uitzending. Verborgen camera's. Je lijkt Walter wel van BNB, die voelt ook al die dingen aan. Wie? Walter, tandramannetje. Je kent het allemaal niet. Nee, jongens, ik kijk alleen maar voetbal. Nee, ja, Lex speelde volgens mij die tijd dat ik, of het eerste jaar, speelde hij wat minder. En volgens mij kan ik me nog in Willem II in Beker dat je erin kwam. Ja. Toen speelden we wel eventjes samen. En Cambuur uit, de eerste wedstrijd dat ik speelde, volgens mij speelde die toen wel. Dus we hebben niet echt heel veel samengespeeld bij Feyenoord. Bij ADO natuurlijk wel weer, maar bij Feyenoord volgens mij niet zo heel veel. Nee. Lex, we gaan het eigenlijk nog wel uitgebreid over jouzelf ook hebben. Je bent ook deze week nog, zonder dat je het zelf wist en doorhad, ook nog onderdeel geweest van een nogal voetbal- en tv-rel. Dus daar willen we het zo ook nog even... Mooi, ja, dat was hartstikke leuk. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Ik heb een omgelach ook. Oké. Wat bedoel je nou? Ik weet helemaal niet waar het over gaat. Gaan we zo meteen doen. We gaan eerst naar de tweede speelronde van de Eredivisie die er aankomt met meteen een Rotterdamse derby. Sparta tegen Feyenoord. Lex, wie is de favoriet? Ja, goeie vraag. Van tevoren bedacht, die vraag. Nee, ja, maar ik denk dat het op dit moment gewoon lastig te zeggen is. Feyenoord is een ploeg die nog niet in vorm is. En Sparta trekt volgens mij gewoon de lijn door van vorig jaar. Dus het kan maar zomaar een wedstrijd zijn die heel lang gelijk blijft. En uiteindelijk, als ik dan toch echt moet kiezen, dan denk ik dat Feyenoord toch wel aan het langste eind trekt. Hoe zal het defensief staan, Dennis, zondag bij Feyenoord?
Nou, heel veel smaken zijn er niet met de schorsing van Nieuwkoop. Pedersen die bezig is een transfer naar Sassuolo in Italië af te ronden. Hij is er nog wel of is hij al naar Italië? Hij heeft vandaag nog meegetraind. Maar of hij zondag nog bij de selectie van Feyenoord is, er wordt sterk rekening mee gehouden dat dat al niet meer het geval is. Dus ja, dan zijn er niet zoveel smaken die meer over zijn. En dan zou Geertruiden naar rechtsback moeten staan. Thomas Beelen in de basis, want Trauner kan nog niet starten. Omdat ik niet verwacht dat Casanvillo opeens in de basis zou staan. Nee, want die is wel een beetje afgeschreven geloof ik, hè, door Slot zelf. Nog niet klaar voor het niveau van Feyenoord 1 is daarover maar, gezegd. Dus dat zijn best de pittige woorden. Gewoon afgeschreven. Ja. Kun je gewoon zeggen, Dennis. Ja. Oké. Okay. Je wordt hier eventjes door links en rechts gecorrigeerd. Heb je het in de gaten? Dat is sport hard, hè? Dat is hard. Ja. Dat is een harde leerschool. En je hebt Pedersen voor een miljoentje of 8 naar Sassuolo? Ja, inclusief bonus als dat uiteindelijk gelicht wordt. Hij is voor pak en beet 2 gehaald. Dus dat is mooie winst voor een speler die ook nooit helemaal onomstreden was bij Feyenoord. Nee, waarom eigenlijk niet, Michiel? Oh, ik denk dat hij aanvallend echt wel kwaliteit heeft. Alleen hij is verdedigend best wel kwetsbaar. Hij kunt natuurlijk heel veel compenseren met snelheid. Nou, dat is voor een verdediger altijd wel prettig als je dat hebt natuurlijk. Maar ja, als je gewoon kijkt naar een Geertruiden bijvoorbeeld op die positie. Of nu in dit geval Bart. Ik denk dat die aan de bal gewoon veel beter zijn dan Pedersen. En ik denk dat Feyenoord juist goed aan doet om die jongen gewoon te verkopen. Omdat stel dat je iedereen fit hebt, dan heb je zometeen 3 linksbacks. Ja, dat lijkt me niet zo erg handig. Dus. Als ik dan tussen die 3 moet kiezen, dan kies ik voor de Geertruiden en rechtsbacks. Precies. Bij Sparta hebben ze trouwens een rechtsback die jij goed kent. Saïd Bakari. Heeft nog in de jeugd bij Paris Saint-Germain gespeeld. Ja. Hoe goed is die nou eigenlijk? Ik vind het een goede speler, want hij kan op veel posities uit de voet. Hij kan rechtsback spelen, eigenlijk de hele rechterkant. Ook zelfs links hangt gespeeld vorig jaar een paar keer. En, op middenveld kan hij spelen. Ik zag hem tegen PEC nog een dubbele schaar maken en een assist geven. Maar ook nog wel kwetsbaar ogen zo nu en dan. Ja, omdat hij ook aan de bal vooral goed is. En, natuurlijk in Nederland willen we allemaal aan de bal heel erg goed zijn. Alleen ja, als we moeten verdedigen, dan missen we hier en daar nog wel eens wat. En dat heeft Saïd ook een beetje. Aan de bal heel erg goed. Alleen dan, als hij tegen een echte buitenspeler komt te spelen, dan... Ja, heeft hij het gewoon moeilijk. Dus hij gaat het moeilijk krijgen tegen een Paschal zondag? Daar ga ik wel vanuit, ja. Omdat ik denk dat Feyenoord ook iets meer balbezit zal hebben. Dus waardoor hij ook wat vaker in de 1-1 komt spelen. Misschien dat Sparta wat terugzakt, waardoor hij misschien wat hulp krijgt van centrale of van de middenvelden. Maar ja, dan zal hij niet in zijn sterkte komen spelen. Nee. Is Paschal eigenlijk een van de beste Feyenoorders van dit moment, als je kijkt naar de vorm van de spelers? Nou, ik heb de wedstrijd van afgelopen zondag heb ik wel zitten kijken, Feyenoord inderdaad. En dat was wel de meest gevaarlijke man, diegene die de meeste kansen creëerde. En voorzet van Nieuwkoop nog, een balletje die hij naast kopte, nog een schot. Van hem was wel de meeste dreiging vanuit Feyenoord zijde. En als je naar Giménez gaat kijken, dus op dit moment is dat nog eventjes, die moet gewoon nog in zijn ritme komen. Die heeft geen vakantie gehad. En ik weet zelf als voetballer zelf zijnde wel hoe zwaar dat kan zijn. Als je geen vakantie hebt gehad en als je in één keer door moet en dan ga je eventjes en maar trek je dan niet zelf even aan de rem? Ik bedoel, je kunt maar zeggen... dat doe je niet als voetballer zijnde, omdat je een liefhebber bent van het spel. Je wil niet inhouden en dat was ik, zo was ik ook altijd. Was het ook altijd van ja, weet je, doe even rustig gaan of ga anders de middagtraining overslaan. En dacht ik bij mezelf van ja, de middagtraining overslaan, ben je niet goed. Ik ga lekker naar buiten, ik ga voetballen. En ja, dat is denk ik gewoon een eigenschap van een voetballer die niet zelf aan de bel trekt en zegt van zo, heel trainen, ik ga eventjes 2 weken aan de kant en ik doe even 2 weken niks. Nee, dat is niet zo. Weet je, kijk, het is lastig en hij zal eventjes in een neerwaartse spiraal zitten nu, maar ja, dat duurt ook niet lang voordat zo'n jongen eruit komt. En waarschijnlijk zal hij al geholpen zijn met een goal. Ja, toch hè? Even los van Paschal, Giménez. Zo hard te praten, is het altijd of zo? Sorry, laat eens rustig. Je zit in die microfoon te schreeuwen. Praat ik zo hard, ja? Ja, en nu praat je weer normaal. Moet ik een beetje fluisteren? Dat hoeft niet. Nee, dat verstaan we niet. Ja, is toch goed. Kijk maar even. Oké. Even los van Giménez en Paschal. Het meeste wat er bij Feyenoord te doen is... Oh ja, maar hij brengt mij niet van mijn stuk hoor. Hij kan echt nog een half uur zo doorgaan. Hij gaat zo goddelijke gewoon maar, die Kramer. het meeste doen ze op het middenveld. Even het feit dat er nu nog geen versterkingen zijn. Hoe dat dan nu te formeren, dat middenveld bij Feyenoord? Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Laat gewoon weer verstaan. Oké, nou vertel het dan. Oh, nee. Ja, natuurlijk wel. Die moet je ook niet eruit halen. Dat is ook iets. Wie speelt er nou op 10? Timber op 10. Wat van het middenveld staan? Ja, dat hij in het dipje zit, ja. Dat is toch logisch ook? Als je in zo'n flow hebt gezeten vanaf vorig jaar, Nederland zelf al met de Feyenoord, alles erop en eraan, kampioen geworden, eigenlijk alles was positief. Logisch toch dat je een wat mindere fase hebt. Zelfs met de spits waar Lex het over heeft. Maar je hebt het nu over Wiever, hè? Ja, Wiever. Maar die zegt zelf van ja, die staat nu 10 meter dieper dan vorig jaar en struikelt over zijn eigen benen. Hoe kan dat dan? Ja, maar, ja.
Dat zeg je zelf, hè? Maar dat heeft niet te maken met dat hij een paar meter aan de andere kant op staat, natuurlijk. Nee, maar waar komt het dan door? Het kan van alles zijn, Bart. Het kan concentratie zijn. Het kan gewoon een beetje pech zijn. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En wat ik zeg, ze gaan allemaal door een mindere periode. Dat is logisch. Iedere voetballer heeft mindere periodes. Maar dan wil niet zeggen dat je gelijk het vertrouwen van je trainer kwijtraakt of wat dan ook. Ik denk dat je die jongens gewoon moet laten staan. En vertrouwen moet geven dat ze daar ook wel weer uitkomen. Wat ze ook wel weer gaan doen. Alleen, iedereen heeft het over mindere periode of over niet in vorm zijn. We zijn één wedstrijd gespeeld in de competitie. Hè? Ja, en een kruifschaal. En een kruifschaal. Nou, ja. Anderhalve wedstrijd. Ja. Nee, maar je ziet toch wel duidelijk dat het middenveld niet marcheert zoals je dat zou wensen. Maar dat is volstrekt logisch, omdat Seruki een ander type is dan Kuksu. Met andere kwaliteiten. Dat Feyenoord nog zoekend is op dat middenveld. Er is geen echte nummer 10 bij. Want Timber die daar stond, vind ik geen nummer 10. En Stengs die er kan spelen, vind ik ook beter op de vleugels dan op de 10 positie. Dus ja, het is niet gek dat juist in die linie Feyenoord nog niet helemaal afgestemd is. Dus Lex Michiel zegt, laat staan zoals het nu staat. Ja, in principe wel, ja. Waarom niet Stengs terug naar 10 halen, Jaanbaks misschien op rechts, noem maar wat. Nou ja, natuurlijk kan altijd een optie zijn, maar ik denk dat je het wel gewoon zo moet laten staan. Ik denk dat als je daar nu ook weer aan gaat sleutelen, dan gaat dat misschien aan de andere kant gaat dat ook weer fout. En dan blijf je zoeken naar oplossingen. En ik denk dat dit gewoon een goede oplossing is. En het middenveld gewoon zo laten staan. En Wiever, ja, weet je, wat ze zegt, hij neemt de ballen daar verkeerd aan op die hoogte van het veld, omdat hij 10 meter hoger staat. Maar ja, die ballen had hij misschien ook verkeerd aangenomen als hij 10 meter lager had gestaan. Het is gewoon inderdaad wat Michiel zegt, het is gewoon een vormdipje eventjes. En ja, net zoals bij Jiménez, dat is ook iets wat je. Die heeft gewoon een goal nodig en dan kom je daaruit. En dat is precies hetzelfde met Wiever. Dat moet gewoon weer één goede wedstrijd en vertrouwen is weer terug. En nee, is niks aan de hand. Nee. Duidelijk. Gaan ze Feyenoord supporters zich, als we jullie zo horen, geen zorgen verder hebben? Nou ja, het enige wat je natuurlijk. Wat Dennis ook al zegt. Kijk, Kuktu is wel iemand die vanuit achteruit. Door met één paas door de linies heen. Gelijk gevaarlijk kan worden door een aanval. Ja, dat is hetgene wat je nu dus mist. Maar ja, die jongens die hebben ook andere kwaliteiten, dus er wordt ook op een andere manier gespeeld. Nou ja, dat is dan waarschijnlijk ook eventjes wennen met elkaar, want ja, volgens mij hebben ze ook niet heel veel wedstrijden met elkaar gespeeld. Dus ook dat is allemaal wennen, toch? Het is allemaal logisch dat gebeurt. Ja, er zit ineens een vliegje in mijn oog, Bart. Ja. Ja, het is geen toeval dat hij jou moet hebben. Nee, precies. Midden in je verhaal. Zandvlieg bedoel je. Ja. Nou ja, er is natuurlijk wel wat anders ook ten opzichte van vorig jaar bij Feyenoord. Want er is nu niet echt een nummer 10. Dat erkende trainer Arne Slot vorig weekend ook. En daar kwam hij vandaag op de persconferentie nog even op terug. Nou, wat ik met echt bedoelde was en is dat er geen speler is die zijn hele carrière op die positie gespeeld heeft. We hebben wel spelers waarvan we denken dat ze het in kunnen vullen en die hebben we er ook al uitgeprobeerd. En ja, bij Feyenoord, maar ik denk dat dat voor heel veel clubs geldt, ben je altijd ook van tijd, geld, kwaliteit afhankelijk. Hè? En al die componenten spelen allemaal een rol tot hoe je tot een beslissing komt. Dus ja, volgens mij is dat niet heel vreemd. Idealiter. Maar dat roept elke trainer. Heb je op de eerste dag dat de voorbereiding begint, je complete selectie compleet. Maar dat betekent ook nog wel eens dat je dan spelers die misschien in het begin van de window nog niet haalbaar zijn, die dat later wel worden, misloopt. Dus dat is altijd een spanningsveld die er bij elke club is en dus ook bij ons. En dan heb je nog dat we natuurlijk lange tijd de hoop en de verwachting hadden dat Szymański bij ons zou blijven. Dus daar hebben we ook wel even op gewacht. Maar dat ging een andere richting uit. Naar Turkije. Die zoektocht is nog gaande, ongetwijfeld bij Feyenoord als het gaat om een nieuwe nummer 10. Nog even over Wiever, dat vind ik toch wel interessant ook, alleen wat die jongens net zeggen. Krijg je dat in je oortje? Nee, okay. Bedenk allemaal zelf. Kijk maar even. Die is hard voor zichzelf geweest en daar heeft Slot ook wel iets over gezegd en gevonden. Die vond hem eigenlijk te hard voor zichzelf. Ja, kijk, er was natuurlijk al kritiek op zijn spel, want hij speelde ook niet goed, zeker in de eerste helft niet. En ook in het duel met PSV niet. Ja, als hij dan zelf, dat zegt Slot dan in interviews na afloop, daar nog eens een schep bovenop doet. Ja, hoe verstandig is dat? En dat begrijp ik wel. Vorig seizoen Lazio uit. Was een van zijn eerste wedstrijden. Toen was hij ook heel erg open. En als journalist is dat fijn dat spelers openhartig zijn. Maar dat is hem toen is dat steeds teruggekomen. De uitspraak die hij toen deed. Hè? Dat hij zei van nog nooit zo'n zware wedstrijd gehad als dit. Ik merk dat hij wel verschil heel erg. Dat bleef toen maar terugkomen. Ja, dat is voor hem ook niet handig als dat nu weer zou gebeuren. Nee, maar een beetje je kaken op elkaar houden dan Lex? Als je wat minder speelt? Nou, je mag best kritisch voor jezelf zijn. Maar ja, je moet ook niet te zijn, want dan ga je jezelf in een vorm dip praten. Of in een, dus dat is ook niet nodig. Maar wat ik zeg ook, ja, weet je, hij gaat er eigenlijk wel uitkomen. En wie weet zondag al. Wie weet. Hebben ze bij Feyenoord eigenlijk een type Lex Immers nodig? Nou, een scorende nummer 10 is volgens mij voor iedere ploeg wel lekker. Dus dat zal bij Feyenoord ook niet anders zijn. Nee. Gusteel een oplossing?
Nou, die heeft bewezen dat hij veel goals maakt bij Feyenoord. Dus wat dat betreft... Zeker onder slot. Ja. Dus dat zou in principe een goede optie kunnen zijn. Ja, alleen. Maar ze zullen graag een spelertype hebben als Kokcu terughalen. Zo'n soort type. Dat is natuurlijk iets wat al in de selectie gewoon gewend is. En als ze zoiets terug kunnen halen, kijk, naar mij kijkende, ja, ik ben natuurlijk in die tijd ben ik natuurlijk een heel ander soort type geweest als dat Kokcu altijd was. En die was veel technischer en aan de bal veel beter. En ik was eigenlijk echt voor de goal. Was ik daarin gevaarlijk en met Pelle toen die tijd samen. Maar dat heb je toch ook wel nodig, toch? Ja, misschien tuurlijk, twee controleurs maar... en een team die altijd alleen maar onderweg is, die voor de goal komt, die goal kan maken. Dat is natuurlijk voor iedere ploeg is dat natuurlijk altijd dat is, tuurlijk is dat fijn, maar om het middenveld weer te laten renderen zoals het vorig jaar ging, ja, ben je toch wel op zoek naar een speler als Kokcu, vergelijkbaar. Mm-hmm. Over middenvelden gesproken trouwens. Is er in Nederland een beter middenveld op dit moment in de Eredivisie dan Kitalano, Clement, Verschuren? Bij Sparta dus. Ja, natuurlijk, ja. Nou, ik vind PSV heeft ook best wel een aardig middenveld. Oké, okay. Okay. Fair enough. En ik vind dat van Feyenoord ook wel aardig, hoor. Dus, dat valt allemaal best mee. Maar ik moet zeggen, ik heb natuurlijk met Pelle gespeeld vorig jaar. Hoe moet je die het best gebruiken? Clement. Die kan in principe als middenvelder vrij veel. Dus die kan zowel in de bal spelen, van de bal af. Die heeft goede techniek, goed loopvermogen. Die kan aan de bal dribbelen. Alleen zijn rendement moet omhoog, dus hij moet goals maken. Dat is ook het enige wat er bij hem een beetje ontbreekt. Als dat er bij hem in zit, dan is voor hem de sky the limit. Want ondanks in principe heeft hij alles. Ondanks wat latere leeftijd bedoel je? Of nee, ondanks een Amsterdamse tongval. Ja, nou ja, dat is helaas niet anders. En dat kapsel daarbij is natuurlijk ook verschrikkelijk, maar... Ga jij nou iets zeggen over kapsels? Ik heb het niet geblondeerd, of wel? Nee, dat net. Ik heb tenminste aan. Kijk, bij jou wordt het al over dingetjes aan de foto. Dus een klein tipje. Een beetje een catfight dit. Kijk eens. Shoe. Sparta. Oh. Hij is ook niet makkelijk, hè? Nou, je bent wel het zwart gekleed. Nee, maar dat toch... Knap hoe dat bij Sparta nu is vormgegeven, dat middenveld. Ja, nee, zeker, absoluut. Ja, gekeken natuurlijk naar vorig jaar. Dat is natuurlijk graadmeter op dit moment voor Sparta. Ja. Daar kijk je naar. Maar gingen Verschuren niet naar Millwall, had ik het begrepen, of niet? Ja, dat is roddel en achterklap allemaal dit. Nou, volgens mij is daar wel serieus op geboden ook, hoor. Ja? Ja. Bij Sparta zijn er nog geen biedingen op spelers. Nee, dat zegt ze. Dat weet jij. Pelle zegt dat gewoon tegen mij, jongens. Dat is gewoon een speler. Dat is goed. Dat is mijn man. Pelle Clement heeft tegen jou gezegd dat er een bot is of Verschuren. Ik weet niet of hij dat leuk vindt. Nou, nee, dat hebben we gewoon. Je zou moeten rectificeren van de week. Oh shit. Allemaal Duitse deals. Als je excuus maar aanbiedt. Allemaal Duitse deals. Als je excuus maar aanbiedt, dan is alles goed. Dat komt later. Dat beginnen we nu niet over. Anders zit het eigenlijk papiertjes. Wil je het er nu over hebben? Nee, ik weet niet. Jij bepaalt. Die hebben de mannen papiertjes. Oh, maar Clement zit ook in de bestuurskamer of zo. Of hoe dat? Nijkamp ook. Oké. Gaat hij blijven spelen? Want tegen PEC Zwolle was Saito natuurlijk nog niet. Die gaat nu terugkeren. Speelde hij aan de buitenkant? Ja. Ik heb geen idee. Ja, ik denk als Saito. Dat heeft hij nog niet verteld. Volgens mij hebben ze vandaag wel tactisch getraind, maar ik heb nog niet gesproken. Dus ik heb geen idee. Saito is wel weer beschikbaar, toch, bij Sparta? Die is er weer bij. En Eerthuis, er staat nog een vraagteken achter. Dat wordt morgen bepaald. Ja, maar dan moet er dus wel vanaf dat middenveld iemand dus sneuvelen ten opzichte van de wedstrijd bij PEC. Ja, met Kitolano, de Guzman, Verschuren en Clement heb je vier opties voor drie plekken. Ja, en dan gaat de Guzman op de bank? Denk ik. Ja, dat zou denk ik... Op basis van naam en faam is dat ik toch een wat gekke gedachte, maar waarschijnlijk wel de meest reële. Ja. Oké, ik zat daar nog even over rechtsbacks te denken. Ze gaan bij PSV waarschijnlijk die Dest halen, die oud Ajax ziet. Dat zou kunnen betekenen dat Shurendi Sambo, die vorig jaar bij Sparta zat, daar op een tweede of een derde plan terechtkomt. Zou Sparta die niet lekker terug moeten halen dan, die Sambo? Zou niet verkeerd zijn, want hij heeft echt een heel goed seizoen natuurlijk ook gehad. Het is niet voor niets dat PSV hem wilde. Maar ja, Bakari is die nu ook. Maar dan heb je wel echt een stevige concurrentiestrijd voor die plek. En dat is nooit verkeerd. Nee. En PSV haalt Lang, haalt Tilman. Ze hebben Schouten nu gehaald, die oud-Excelsior speler. Nou, misschien Dest. Wordt PSV langzamerhand een kampioenselftal? Langzamerhand, ja. Ik vind ze best wel aardig voetballen natuurlijk.
En ze winnen wedstrijden, dat is natuurlijk ook wel... Nou ja, maar als die versterking die je net noemt, als je dat afzet ten opzichte van de versterkingen bij Feyenoord, met Seruki, met Stengs, met Ueda, ja, met Belen, met Van der Belt, hoe is die balans dan wat jou betreft? Feyenoord heeft gewoon dat geld gewoon niet, denk ik. Anders hadden ze natuurlijk ook wat aan. Dat hoeft ook helemaal niet, want volgens mij is de speelwijze en de manier van spelen bij Slot zo duidelijk dat iedere speler die er komt, of het nou een echt gearriveerde spelers of het jonge jongens vanuit de KKD, die gaan allemaal beter worden. Dus ja, en dan gaan uiteindelijk misschien ook nog wat moois opleveren. Ik denk altijd dat dat een soort van een beetje de standaard moet zijn. Dat je spelers probeert beter te maken. Misschien vanuit de eigen jeugd ook nog wat spelers doorkomen. En dan gewoon winst proberen te maken erop. En vanuit het verleden neemt Feyenoord wat minder risico dan hoe PSV het nu doet. Want stel, die worden niet 1 of 2 en de Champions League geld komt niet binnen. Ja. Met wat ze nu uitgeven. Nou ja, dat is wel een probleem hoor, als ze dat niet halen. Ze halen het wel ineens overal vandaan, hè, dat PSV dat geld. Ik wou net zeggen, we halen hun het geld vandaan ineens. Durf een risicootje te nemen ook, hè? Van Nistelrooy heeft ook wat gekost, denk ik. Ze hebben een paar spelers verkocht. Ja oké, okay, maar Feyenoord toch ook wel een aantal spelers verkocht. Ja. Toen niet voor heel veel geld, hè? Een Champions League gehaald, kampioen geworden. Ja, dan krijg je toch ook kassa. Maar... Dat lijkt me wel. Ja, ze hebben het verleden van de week een kapto. Feyenoord heeft wel uitgelegd, in de winter, bijvoorbeeld de 6. Mag ik ook wat zeggen, Bart? Dennis, je moet wel even... Je moet ervoor vechten hier, hè? Feyenoord heeft wel uitgelegd, bijvoorbeeld de miljoenen van Kuksu. Dat komt dan ook in delen binnen. Dat is één van de verklaringen waarom Feyenoord nog niet die bedragen kan uitgeven zoals andere clubs. Dat komt in delen binnen, zoiets. Maar dat is wel zeker geld. Dus in principe kan je dat ook investeren. Ja. Toch? Duidelijk. Even weer terug naar Sparta, naar de trainer Jeroen Rijsdijk, die vindt en zegt dat Feyenoord zijn borst kan nog maken zondag. Ik denk dat, dat wij hebben laten zien het afgelopen jaar en ook dit jaar in de voorbereiding en de start van de competitie dat wij een lastige ploeg zijn om te verslaan. Dus ik denk dat het een mooi affiche is, ja. Als je die wedstrijd van jullie van zaterdag terughaalt, hè, wat waren dan de dingen waarvan je voor jezelf denkt van nou, dat moet echt nog wel beter bij ons? Nou, ik vond ons in de laatste fase van het veld vond ik dat we nog niet altijd de juiste keuzes maakten. We hebben denk ik best wel wat kansen gecreëerd, wat mogelijkheden gecreëerd. Maar als we dat net even wat slimmer doen, dan is het gewoon een goal. Dus dat mag nog wat beter. Nou, het is de eerste wedstrijd geweest, fysiek gezien. De spelers zijn ook weer toegegroeid naar de volgende 90 minuten in de benen. Dus ik denk dat we er wel weer fitter op staan dan vorige week. Alleen de wedstrijd tegen Feyenoord zal ook behoorlijk wat energie vergen. Dus ik hoop dat we hem lang vol kunnen houden met de basis zelf. Door wat wijzigingen zijn ze op dit moment enigszins aan het zoeken naar de juiste formatie, de juiste basiself, wat heel logisch is. Dus het is even afwachten hoe ze gaan starten. Dat biedt in ieder geval voor ons nog wel iets extra kans op het moment dat zij nog niet helemaal zeker zijn van hoe ze het nou echt willen doen. Wat voor wedstrijd wordt het zondag? Ik verwacht dat Sparta een beetje op eigen helft terug zou zakken en dat Feyenoord het initiatief gaat nemen. En ik denk dat met name aan de backs bij Sparta kan dat daar wel kansen liggen om daar te gevaarlijk te worden. En, dus ik denk eigenlijk dat, dus dat Feyenoord en Warmerdam die moeten ja, die moeten komen. Waarschijnlijk. Ik denk dat Feyenoord daar ook het meest gevaarlijk kan worden. Dus ik denk eigenlijk dat Feyenoord best wel niet makkelijk, maar dat die wedstrijd wel enigszins wordt gewonnen. Moet je oppassen voor de counters, hè? Van Krooi natuurlijk. Ja. Dat wordt het gevaar, denk ik. Wat Michiel zegt, ja, Feyenoord zal bal hebben en veel aanvallen. En Sparta zal wat we afwachten en wat loeren. Ja. Uiteindelijk hoop ik dan dat een beetje een mooie wedstrijd wordt. Feyenoord gewoon snel scoort. Waardoor Sparta ook gewoon weer een beetje uit de schulp kruipt en waardoor het wel weer gewoon een wedstrijd wordt. Want als je zo'n situaties, hè? Voor het seizoen voor Feyenoord wel eens een probleem. En Sparta heeft nog steeds de mannen die daar ook sterk in waren met Verschuren, Lauwertse kopkracht, Van Krooi met die vrije trap. Ja. Morgen open training nog, hè, bij Sparta? Op het kasteel. En dat heeft te maken ook met de familiedag die letterlijk in het water viel, maar ook weer niet. Want het viel allemaal uiteindelijk wel mee die dag met hoe het weer was. Maar vanwege de voorspellingen werd het toen geschrapt. Dus nu alsnog de kans voor iedereen om Sparta aan te moedigen voor een hele belangrijke wedstrijd voor Sparta. En als het om supporters gaat, die van Sparta die zijn nogal vervelend, je zou kunnen zeggen bejegend bij PEC Zwolle. Aangevallen. Bijna aangevallen inderdaad door PEC Zwolle supporters. Is er aangifte gedaan?
Hoe staat die zaak ervoor? Ja, want het wordt je bijna bij aangevallen kun je weglaten. Omdat naar je supporters misschien niet. Maar dat is deels te danken aan stewards van Sparta die in dat vak waren. En daar zijn gewoon ook rake klappen uitgedeeld. Dus daar wordt aangifte van gedaan. Sparta heeft al eerder aangegeven wat de gevolgen zijn. Hè. Voor als PEC richting het kasteel komt, hebben we het over gehad afgelopen maandag. Maar ook PEC Zwolle zelf heeft inmiddels aangekondigd met een statement wat zij er dan tegen gaan doen. Zijn er wat aanhoudingen verricht? Zullen stadionverboden komen? Die niet lang genoeg kunnen duren, denk ik. Nee. Het wordt alleen maar gekker, Lex. Ja, het wordt steeds erger. Wees maar blij dat je gestopt bent. Twente hoor ik van de week. Weer hier zo. Dit is ook iets nieuws wat ik hoor. Maar jeetje, jongens. Ja, het gaat... Alleen bij RKC is het rustig meestal, Michiel. Altijd, ja. Ja. Lekker, Lex. Behalve bij carnaval. Carnaval, dan is het iets minder rustig. Maar dan moeten jullie ook altijd in zo'n aftand shirt spelen. Ja, dat is echt spuuglelijk. Dat shirt. God, samen. Dat is echt niet normaal. Ja, doe je dat echt met frisse tegenzin dan? Ja, moet anders. Ja, staker. Het past toch ook bij jou? Lelijke shirt. Dat lelijke shirt. Ja, de clown bedoel je. Erop. Ik vind het allemaal veel te weinig. Dat durf jij niet, hè? Goed. Zeg het dan. Dat kunnen we niet maken. Hebben jullie ook gesproken, jongens? Want de kijker haakt nu echt totaal af. Ik heb gezegd ook. Maar hou je de laatste keer aan het protocol. Protocol. Het protocol gaat over Excelsior. Wat is er voor Excelsior zaterdagmiddag tegen Ajax te halen? Drie punten, maar dat kan je in principe halen. Wat is het halen voor Excelsior? Ja, ik heb Excelsior een wedstrijd zien spelen tegen NEC. Het ging alle kanten op. Krankzinnig. Ja, zieke wedstrijd. Maar in principe denk ik niks. Gaan ze wel eens proberen bij Excelsior? Zullen ze dat doen, hebben ze het veld ook korter gemaakt. Ik denk het wel, nog kleiner. Breed en in de lengte. Dat is altijd. En niet sproeien. Ze gaan naar op het kleine en niet sproeien. Ja, dat zou van die kutgeintjes hadden. Over een 7 tegen 7 opstellen. Zo is het. Dat zou kunnen. Twee kleine goals. Van die handgoaltjes of één goaltje neerzetten. Ja, in principe denk ik dat er niks te halen is voor Excelsior. Maar je weet het nooit. Nee, je weet het nooit. Ja, dat zal ook een wedstrijd worden. Ja, Excelsior gaat inzakken. Gaat op de counter spelen met die gasten die voorin lopen bij Excelsior. Zijn me niet tegengevallen trouwens. Nee, hè? Nee, zeker niet. De drie Zweden, die alle drie scoorden. Ja, die laatste goal die was fantastisch. Oudenes, ja. Beetje à la Noah Lang schoot hij hem binnen. En dat valt me absoluut niet tegen, maar normaal gesproken moet dat voor Ajax geen probleem zijn. Laatste keer dat Excelsior won thuis van Ajax, dat is in 2007 geweest. Dan moest je even naar beneden kijken. Die moest ik even op het plaatje. Die had ik dan weer niet helemaal. Dat is de enige keer. Dat is dat zelfs de enige keer? Dat staat er dan niet bij. Dat staat er dan bij. Research. Dat is research. Maar goed, ik zit nu heel erg lang van laat die beelden dan zien. Dennis heeft ook een oortje. Ja, daar is hij. Kijk, hier is Piqué met een heerlijke uithaal met links. De linksback van toen van Excelsior thuis tegen Excelsior. En onze analist van komende maandag, Geert den Oude. Dan is hij terug van vakantie. Maakt hier de winnende voor Excelsior toen in 2007. Tegen de Ajax. Dat was dus niet de enige en laatste keer. Wat zeg jij, Michiel? We staken die wedstrijd en dan bier. Maar dit was 2007, toen mocht het allemaal nog. Ja, precies. Jij hebt met ADO een keer van Ajax gewonnen. Met Feyenoord. Zeker. 3-2. Nooit. Nee, met Feyenoord nooit. 2-2. Wat maakt dat in jou los als je wint van Ajax? Nou, nu, ik weet niet, hij heeft wel eens in de spelersomstie staan. Hoor. Ja, daar wou ik het dan net even niet over hebben. Bedoel je nu of toen de tijd? En nu helemaal niks meer. Nee, maar je wint speelt natuurlijk nu niet meer tegen Ajax. Nee, maar als speler van toen dus ADO. Nee, ja, tuurlijk, toen de tijd was dat fantastisch. Maar met Feyenoord is dat niet gelukt, helaas. Met ADO wel, thuis 3-2. En uit ook nog, we hebben in één seizoen twee keer van Ajax. Met Verhoek. Ja, dat hebben nog wat schorsingen gekost, maar... Dat ik nog een microfoontje in mijn hand nam. Heb je echt gezegd? Ja, weet ik niet meer. Weet je, zeg, in het verleden ben ik heel slecht in. Maar ik heb dat ook toen de tijd excuus aangeboden. Oh ja? Heb ik ook, na 4 dagen gezegd, ook? Ja, heb je dat zoiets zelf opgeschreven? Ja. Begin gewoon even dat broodje kroket, dan is hij ook weer. Ja. Het is makkelijk, hè? Het is makkelijk. Makkelijk. Ja, dat was gewoon een broodje. Jij gaat bij hem toch goed dingen oprakelen waarvan je weet. Hij begon ermee. Hij was er niet. Jij begon ermee. Wat voelde het als je ik vraag gewoon zit. Wat het met hem deed om een wedstrijd tegen Ajax te winnen. Omdat ik zelfs ook... Ik ben blij, joh. Gaat was het niet tegen Ajax? Helemaal niet. Ja. Dat is gewoon Kasper's schuld van ik. Ja. Dus Kasper, bij deze. Ja, daar heb je hem ook. Dok, lekker. Toen zit ik in Spanje in zijn huis. Ja, heb gelijk ook met zijn zonnebril of niet? Natuurlijk, ja. Sliep hij ook in de koud, zo? Ik ga nog één poging tot serieuze vragen doen. Het gaat om Excelsior Ajax. Over oud-Ajax-zieden gesproken. Kikpiri. Ja. Hoe is het met hem? Die heeft een MRI-scan gehad voor die knieblessure. Het is nog steeds niet helemaal bekend hoe ernstig het nu is. Dus ook niet hoe lang Excelsior moet missen. Maar als ik dat dan hoor, dan neig ik eerder naar... Oké, dat gaat lang duren dan
die is over 2 weken weer inzetbaar. Liestewaagse repetten, zeggen ze dan, geloof ik. Hè? Want dat is vorig jaar exact hetzelfde gebeurd. Is die weer geblesseerd? Ja. Hoeveel wedstrijden heeft hij vorig jaar gespeeld? 5 of zo? Het pas tegen het einde was hij fit. Maar toen hij echt weer fit was, zag je wel meteen hoe belangrijk hij voor Excelsior kan zijn. Die goal, natuurlijk. Ja. Goed, dat is morgenmiddag dus om 16:30. Excelsior tegen Ajax bij ons live op de radio te volgen. Zondagmiddag natuurlijk alles over de derby tussen Sparta en Feyenoord. Ook bij ons. Even over jou. Morgen gaat de tweede divisie beginnen. Je gaat gewoon weer spelen bij Scheveningen. Ja. Waarom vind je dat leuk om in die competitie af te bouwen? Nou, omdat het niveau nog behoorlijk hoog is. Ik denk dat je niet eens heel erg onderscheid kan maken tussen onderkant KKD en bovenkant. Nou, je hebt het aan Spakenburg gezien vorig jaar met de beker. Ja, die hebben gewoon de kwartfinale gehaald. Dus, of was het de halffinale of kwartfinale? Halffinale. Ja, kun je nagaan. Ja, die hebben dat gehaald. En we doen niet onder voor ploegen uit de KKD. Dus, ik vind dat gewoon een respectabel niveau om af te bouwen en het is leuk. En ik moet zeggen, het is heel anders als het betaalde voetbal. En, wat kan jij nog brengen? Ik genoeg. Ja, ik kan genoeg brengen. Ik moet zeggen dat ik 2 jaar op rij een van de bepalende jongens wel ook binnen het elftal ben geweest. Scheveningen vecht normaal gesproken de laatste wedstrijden altijd nog tegen degradatie. Mm-hmm. En, ik moet zeggen, we hebben nu eigenlijk 2 jaar op rij linkerrij gehaald en redelijk stabiel eigenlijk de handhaving eigenlijk snel veilig gesteld. En ik kan op dit moment kan ik nog steeds genoeg brengen. En ik ben 37, ik word in juni weer 38 en ik ben fit. Ik voel me lichamelijk goed. Je een jaar. Jawel, maar ik word wel 38 uiteindelijk. Uiteindelijk word je wel 38. Ja, dat ook wel voor je. Ja, dat kan ook. Je vindt het ook nog steeds leuk. Zou dat voor jou zijn eigenlijk? Ik heb jou wat gevraagd. Ik zit al met Bart. Geef toch een antwoord, joh. Of ik nog doorgaat om maar wat? Zou jij wat vinden om in de top amateurs af te bouwen? Je woont om de hoek bij Smitshoek, daar moet je natuurlijk weer voetballen. Ik heb altijd gezegd, voetbal of ik geen reet aan. Waarom ga ik zo lang mogelijk door? Hey Lex, je bent ongewild deze week onderdeel geweest van een nogal grote kwestie die op televisie ontstond tussen Pierre van Hooijdonk en de trainer van Ajax, Mauri Stijn. We hebben natuurlijk allemaal kunnen volgen. Het zou ook gaan over transfers van spelers van ADO naar NAC Breda. Daar was jij er toen toevallig één van, net als Malone en Bakker. Ja. Wat heb jij daarvan gemerkt, tussen die veet tussen die twee, Stijn en Van Hooijdonk? Ik wou zeggen, in mijn portemonnee niks, maar voor de rest... Jullie gingen transfervrij, hè? Alle drie? Ja, dat is ook wat ik eerst van de week zei. Hij was degene die me op attendeerde. Die zei van, nee, heb je dit gezien? En toen heb ik eigenlijk zitten kijken, vroeg ik aan hem, wat is er aan de hand dan? Ja, toen legde hij me eigenlijk een beetje uit wat er aan de hand was. En uiteindelijk, wat vind ik er eigenlijk van? Ja, dit gaat even te snel. Nee, ja, dus was iets in jouw contract? In mijn contract? Dat weet ik niet. Is dat zo? Dan weet je meer dan ik. Maar wat dat zeg maar, Maurice een gedeelte kreeg van tekengeld van de Lengstad, dat stond erin. Nee, hij legde mij van de week uit wat er precies aan de hand was. Kwestie. Ik had het helemaal niet meegekregen. Maar dat zeg ik. Ik volg helemaal niet zoveel van dat soort dingen. Omdat ik daar helemaal. Daar word ik helemaal gek van dat negatieve gelul. Maar wat merkte jij toen bij NAC tussen Van Hooijdonk, die daar toen geen functie had, en Stijn? Nee, in principe helemaal niks. Totdat op een gegeven moment wat wrijving ontstond. En wat dingetjes. En dat ging vooral over Twitter natuurlijk. Pierre Van Hooijdonk is vrij actief natuurlijk op Twitter. En dat is een man die alles op Twitter gooit en dat moet hij zelf weten. Maar dat op een gegeven moment merkte hij die wrijving wel. En, had dat te maken met de zoon van Pierre, waar Maurice overal besloten een bepaalde wedstrijd niet op te stellen? Waar zal het anders om draaien? Ik denk niet dat hij dat soort tweets eruit gooit omdat Maurice de ballen door ons laat oppompen. Maar zo is het toch wel. Ja, kijk, het gaat waarschijnlijk over Sydney en dat hij niet tevreden was dat hij niet speelde. Of ik in de spits stond een keertje of dat de rest van het seizoen Mario Bilate in de spits stond. Ja, weet je, daar ontstaat de wrijving. En dat ging van Twitter tot aan supporters. Op een gegeven moment werd dat steeds erger. En op een gegeven moment in het begin kreeg ik daar niks meer mee. Maar dat werd steeds erger. En op een gegeven moment werd Maurice natuurlijk ook gewoon onder bedreiging. Gewoon bij NAC moest hij weg. En
Ja, wat daar dan nu allemaal gebeurt, ja, daar heb ik ook niet veel van meegekregen. En het schijnt dan te gaan om transfersommen of over geld wat achterover is gedrukt door Maurice. Maar wat ik zei van, ja, wij zijn transfervrij gekomen. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Waar moet je het geld dan vandaan halen? Weet ik ook niet. Nee, ja, precies, dus nee. Dat. Dus ik denk dat het een, daarom heeft hij ook moeten rectificeren. Hè? Ja, nee, ja, uiteindelijk als je dat soort dingen roept en je komt niet met bewijzen, ja, dan denk ik bij mezelf van, lijkt net een jongetje van 5 die iets eruit gooit en dan denk ik bij zichzelf, door zijn ouders wordt gecorrigeerd van, ja, wat heb je nou eigenlijk gezegd? Ja. Michiel, jij bent tegenwoordig ook een orakel op tv. Hoe heb je zitten kijken naar die kwestie? Ja, weet je, kijk, een trainer heeft altijd het recht om een speler niet op te stellen. Of het nou de zoon is van Pierre, of het nou Alex is, of het nou... dat recht heeft de trainer. Als je daar niet mee om kan gaan als ouder zijn... Hij krijgt het ook over hemzelf zou gaan. Ik zou dat nooit... Zo, ja, als dat mijn zoon zou zijn, dan zou ik maar dat nooit uitspreken. Of op Twitter, of op tv. Hij moet het zelf oplossen, ja. Een trainer heeft het recht om jouw zoon niet op te stellen. Dat heeft hij. Dat recht heeft hij. En dat mag en dat is prima. Dan moet je niet gaan lopen zeuren achteraf van... had moet spelen of dit of dat. Nee. Ja, een keertje. Maar jongens, dit blijft aan de gang, hè. Dit is een kwestie wat gewoon... dat blijft sudderen en blijft maar elke keer weer, elke keer weer. Dan denk ik ook bij mezelf, wanneer houdt het eens een keer op? Wat wil je? Wat, nou, je zou weer die twee uur een keer halen? Echt een kopje koffie gaan drinken. Nou, dit gaat een keertje dat gaat ook nog gebeuren. Maar echt wat wil je? Wil je je gram halen? Die heb je nou toch ooit wel eens een keer gehaald. En ik denk dat Maurice, ik zag toevallig van de week bij VI zag ik een dingetje. Dat aan Maurice werd gevraagd, wat vind je van Pierre een lul? Toen al zo'n moment, ja. Ja, maar weet je, dat is iets wat Maurice is helemaal niet zo naar hem toe. En ja, die ken ik natuurlijk ook goed. En hij is helemaal niet zo dat hij met dat soort dingen bezig is of op zoek is. Maar als je kijkt naar kwestie Pierre, die blijft daarin hangen en die blijft terugkomen. Terwijl het toch gek is, want Sydney heeft vorig jaar goed seizoen gehad. Ja, zeker bij Heerenveen. Dus dan zou je eigenlijk denken van, nou, lekker lange neus naar Maurice en naar iedereen die het soort van niet zag zitten. Daar gaan we natuurlijk mee afsluiten, want de tijd is op. Gaan we weg. Dat je mij onderbreekt. Vorige keer was het dankjewel, Lex Immers, Dennis van Eerstel, Michiel Kramer. Al dat voetbal dus dit weekend weer op de radio. Tot maandag. Zo. Ja, dat moet heel snel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen en Rotterdam Factoring.